Therapeutic Touch. Afgekort is het TT, dat is makkelijker over te brengen naar een ander toe. Maar TT, dat is voor ons een energiebehandeling waar de mens zich eigenlijk prettiger bij gaat voelen. Jan was erg onrustig. Hij lag 's nachts in een band vanwege de onrust. En hij had slaapmedicatie om in slaap te kunnen komen. We zijn op Jan toen TT uit gaan proberen. En hoe vaker wij het gaven, hoe beter Jan erop ging reageren. In mijn nachtdiensten hebben we de band eruit gehaald. Maar het ging prima zonder de band dus. En slaapmedicatie is naderhand afgebouwd. En er is nog meer medicatie afgebouwd, onrustmedicatie. Ja, daar kan je helemaal emotioneel om worden. En Jan zit nou best wel goed in zijn vel, vinden we. De eerste keer dat ik me echt bewust was van wat er gebeurde tijdens de TT-behandeling, was ook bij een bewoner die slecht lag. Meneer echt in de laatste fase van zijn leven, ontzettend angstig, helemaal verkrampt en bang. En wij waren hem op dat moment aan het verzorgen en Doro zegt, ik ga een TT doen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het zag. Je voelt heel vaak waar de energie nog zit of iemand in zijn hoofd nog erg sterk bezig is. En op het moment dat het daar weggaat en eigenlijk naar beneden zakt, naar de buik toe, dan zijn mensen al wat rustiger. En zij begon daarmee en het was zo'n bijzonder gezicht hoe iemand zo angstig zo vredig kan worden. Het gebeurde heel langzaam. Je zag het gewoon gebeuren. Nou, zegt Doro, dat kan jij ook. Ja, ik zeg, dat kan ik ook. Nou, natuurlijk kan ik dat niet. Ik zeg, dat reed ik. Nou, ze zegt, kom mee. Ze zegt, dus ik ging eigenlijk achter haar handen aan. Ze zegt, hier voel je dit, hier voel je dat. En Anja, die keek naar de resultaten en die werd eigenlijk enthousiast. Maar echt, de eerste keer was dat, ja, je voelde echt verschil in een lichaam. Gewoon van afstand. In het energieveld. En dat was voor mij het bewijs dat iedereen dat kan. Ik ben ook een echte West-Fries. Ik stond er ook zo, ja lekker. Dat heb ik toch niet. Maar ik heb het ook. En zodoende zijn we steeds meer het toe gaan passen. Ik het toepassen. En zij ondersteunde me daarin. En toen kwam Doro met het tijdschrift van Praag Instituut. En daar stond in dat er een prijsvraag uitgeschreven werd voor een in-company cursus TT. Toen zijn Doro en ik de koppen bij elkaar gaan steken en toen hebben we een plan geschreven om die prijs binnen te halen. En tot onze grote verrassing hadden we die prijs gewonnen voor 14 medewerkers hier in de Hoge Op. En toen kon ik niet anders als mezelf opgeven. Het was een implementatieplan hebben we geschreven. Mochten wij die prijs winnen, dan gaan wij daarmee aan de slag om te zorgen dat directie, raad van bestuur enthousiast wordt over deze methodiek. Zodat zij ervoor gaan zorgen dat meer mensen kunnen worden opgeleid binnen de Hoge Op. Uiteraard kwamen er toen vragen, wat is het dan, wat gebeurt er dan? Nou, moest je ook weer gaan bewijzen wat het is. En toen hebben we hem gewonnen en toen hebben we hier 14 mensen die TT-cursus gevolgd. Maar ja, toen moest het nog verder, want je kan iemand TT-cursus aanbieden, maar het moet verder. Dus nu zijn we druk bezig met dat implementatieplan. Een half jaar terug werd er ons medegedeeld dat de Raad van Bestuur akkoord was voor 12 mensen... Tot 14 mensen mocht er weer een in-company cursus komen. We kregen roostervrije dagen met zijn eigen tijd. Maar de baas betaalde cursus. Want als je het in eigen tijd moet doen, dan ben je veel meer gemotiveerd om iets ook vol te houden. Het mag niet weg, daar is het veel te mooi voor. Hoe zij dat noemde? Ze noemde onze handjes heilige handjes. Heilige handjes. Ja, de Raad van Bestuur heeft besloten om het TT-gebeuren als selling point te gaan gebruiken voor de Hoge Op. Heilige handjes. En als we dan zo bezig waren, dan zei ze ook wel eens van, kan je ze niet op mijn rug plakken? Nou, waar zit de pijn? Waar zit de pijn? In je knietjes. Nou, daar kom ik hoor. Er wordt een apart punt in het zorgdossier. Dan krijgen we keurig in kaart wie wat wanneer TT gehad heeft. Dat we gewoon inzichtelijk krijgen van bij wie het ontzettend goed aanslaat. Toen mevrouw De Zwart bij ons kwam wonen, toen zat ze in de rolstoel. Ze moest weer leren lopen. En toen, om de pijn in haar knieën te helpen, zijn we haar gaan TT'en. Want die wordt dan warm en dan krijg ik naar de hand minder pijn in de knieën. De warme handjes, dat vindt ze heerlijk. En daardoor kan ze langdurig zonder pijn. En dat je dat gewoon met twee handen kan doen.
Dat zorgen kon je altijd wel met twee handen doen. Maar nou net dat beetje meer kunnen geven. Oh, is het maar gerust altijd op mijn knieën zitten. Oh.